Yo, dat mensen van mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. En welkom weer terug bij een nieuwe Call of Duty Black Ops 3 video op mijn kanaal, oftewel Rotjoch. En jongens, het is een tijd geleden dat ik dit spel gespeeld heb. En dat ik deze serie, oftewel gewoon Call of Duty gedaan heb op mijn kanaal. Want ik heb de laatste keer dat ik zelf sowieso überhaupt gespeeld heb op de PlayStation, was 3 weken geleden. Bij de laatste video. En toen ging het best wel oké met Call of Duty. Ik heb wel verloren, ik had wel een goed potje. Maar het houdt dus in dat ik nu al 3 weken geen PlayStation aangeraakt heb. Jongen, er zat stof op mijn PlayStation. Dat was echt... What the fuck? Dat was echt... Oh man, deze map, jongen. Oh, kijk hem campen. Vind je het raar dat hij 3 kills het had? Dat hij eerste staat. Oh, wat een treurig ventje. Wat een treurig persoon, zeg. Maar ik heb in ieder geval 3 weken niet gespeeld. En ja, het wordt dus weer eventjes een tijd van inkomen. Want ik heb gewoon niet gespeeld. En mijn PlayStation. Dus ik moet mijn hele 1 weer oppakken. Het gaat heel erg kut worden. Maar goed, in ieder geval zoals de meeste van jullie wel weten. Want als jullie de video gezien hebben van mijn nieuwe schema. Ga ik nu 3 keer per week Call of Duty Black Ops 3 op mijn kanaal doen. Want veel kijkers zeiden, ja, heel vet, Call of Duty Black Ops 3. Ga het spelen op je kanaal. Ga het... Oh, what the fuck? Was gewoon van een lijk. Had even door de raam heen vlog. Maar ga ik Call of Duty Black Ops 3 doen als serie. En dat ga ik ook doen 3 keer per week. Maar. Ik wil niet standaard gewoon video's doen zoals nu. Nu is het gewoon eventjes een random videootje nog. Om gewoon eventjes Black Ops te laten zien aan jullie. Maar... Ik wil voor jullie natuurlijk... What the fuck, man. Die mensen die zitten te campen. Gek. Maar ik wil voor jullie dus inderdaad series van... Ja, deel. Doe een serie. Bijvoorbeeld Road to een Golden Gun. Of een Road to Prestige of zo. Weet ik veel. Een soort serie. Want ik ga 3 keer per week doen. Dat is echt keiveel. En dan wil ik niet gewoon een beetje random lopen kutten. Dus dat is iets wat ik dus niet wil. Dus geef me een serie die ik ga doen. En dan ga ik die serie voor jullie doen. Oh man, ik ben zo slecht, hè. Oh man. Ik speel ook met de Vector op meteen. Oh, what the fuck, yo! Dat is shit. Man, ik moet echt helemaal wennen nog. Want ik heb zo lang niet gespeeld. Het is echt inkomen met mijn ogen. Alles moet weer wennen, man. Het is echt heel erg voor mij. Ik vind het echt kut. Want ik hou niet van om slecht te spelen. En ik wil helemaal niet in mijn video's slecht spelen. Want dan kan je me noob noemen. Want ik... What the actual fuck, ouwe. Die mensen zitten in dat gebouw en die campen hem gewoon zo hard. Het is echt pijnlijk gewoon. Dat was ik eventjes vergeten op Call of Duty. Maar goed, dat hoort erbij. Het is weer even inkomen zelf. Dus, auw. En ik speel met een gun die ik eigenlijk nooit gebruik. Want ik wil gewoon een nieuwe gun spelen voor jullie. Vorige keer had ik de XR2. Dat is wel mijn beste gun. Maar ik denk dat het niet leuk is voor jullie om elke keer dezelfde gun te zien. Dus dacht van, nou, gaan we daar gewoon een andere gunnetje doen. En holy shit. Dit is een Vector, hoe heet het? Vesper. En de Vesper die schiet snel, maar scheef. Ja, dat komt vooral omdat ik gewoon scheef ben nog. Maar goed, in ieder geval, laat me even weten inderdaad welke serie ik moet gaan doen op mijn kanaal. Oké, waar de fuck zitten die motherfuckers? Nu ben ik aan het zoeken naar die klootzakkies. En ik wil naar binnen. Maar binnen zitten al die camperino's te chillen. En dat is iets waar ik niet zo vrolijk van word. Man, oh man. Wat ben ik aan het baden zeggen dat ik dit spel zo... Nee, dat bedoel ik! Die chappie zit gewoon te wachten tot er iemand binnenkomt. Hoe kan je zo... Dit is zo'n Nederlander ook. Waarom zijn jullie zo triest met die campende... Acties van jullie. Fuck off, jongens. Stel dat je campende bitch motherfuckers. Ja, ik durf gewoon niet eens meer te kijken, weet je wel. Want die is ook iemand te campen gewoon. Doe serieus. Waarom campen die gasten zo erg, man? Oh, Call of Duty, please. Man, ik ben net nieuw in de game weer. En ik word nu alweer gek van al die campers. Auwe, ik heb daar... Oh, fuck off, mijn teammate. Net zo door mijn bommetje heen. Oh, fuck. Ik ging niet mezelf killen met mijn war machine, waar ik een lekkere kill mee had gemaakt. Gelukkig, wel eentje ermee gemaakt tenminste. Holy fuck. Maar ja, het wordt een beetje moeilijk, jongens. Ik ben echt veel te scheef nog om lekker kills te kunnen pakken. Met zo'n Vector of Vesper heet het ding. Lekker. Huh. Eindelijk een double killetje. Eindelijk ga ik goed. 8-7. Ik sta weer in de plus, jongens. Potverdikken me. We staan lekker voor. Mijn team doet het beter dan ik, gelukkig. Dat is fijn. Alleen, het potje is niet zo leuk, omdat mensen gewoon campen in het fucking huis. Oké, waar de fuck zitten die gasten? Want die van... Ah! Oké, man. Het is voor mij even inkomen! Om weer even mensen te killen. Oké, ik heb gewoon een... 3 mannetjes. Oké, dat is lekker. Ik heb de UAV voor de boys. De UAV voor de boys. Zitten er gewoon 3 man hier ook? Ik heb er één. Oké, lekker Vesper level 4. Mooi Vespertje. Mooi. Hoppa! Dat gaat goed! Het gaat goed ineens! Motherfucker in mijn rug. Waar zit hij? Daar zit hij. Oh nee! Hij heeft me gesniped! Oh, wat een klootzak. Hodor Ronel. Als je een kijker bent, Hodor. Mooi gedaan hoor. Ik ben trots op je. Dat was nice. Oké, ik ga gewoon 3 van deze dingen neerpleuren. En hopelijk op de kill. Oh, ik heb er eentje. Lekker! Oké, waar de fuck zit... Deze! 2 man! 3 man! Oh, what the fuck? En ik heb 3 man in het huis, jongen. Godsamme. Ja, daar schrik ik wel eventjes. Maar niet uit. Het gaat goed op zich. 14-9. Het kan beter.
Maar in de plus vind ik altijd in ieder geval voldoende. In de min eindigen is wat ik... Dus dat is echt het enige wat ik niet wil. Want dan ben je... Oh! Heb je geen goede potje gespeeld. Holy fuck, ouwe. Die vlammenwerper van mijn teammate. What the fuck, ouwe. Man, ik moet echt wennen aan die nieuwe... Aan die lijpe Oh, met een pipa in je bek, jongen. Hier, neem die pistool, je reet. Oh, nee. Nee. Ik had hem zo close, maar yet so far away. Wat bijna had ik hem, jongen. Kloten. Oh, what the fuck. Ik schrok me dood. Oké, war machine. Oké. Oh! Ik heb hem wel. Ik heb hem wel. Oh, lekker. Ik heb de war machine, heb ik een kill gepakt. Hey, noobtube, plop. Lekker, ik heb een kill met mijn war machine, jongens. Oké, binnen, ze campen niet meer, niet zoveel binnen meer, maar nu... Ik zie ze gewoon buiten lopen. What the fuck? Oké, je had zoveel mannetjes. Oh, naar binnen glijden. Oké, dat is, moet ik even wennen. Dat op het moment dat ik moet wegrennen, dat ik naar binnen kan glijden. Want ik speel heel veel CSGO op mijn PC. En dat houdt in, daar kan dat niet. Daar moet je gewoon rennen. Oh, lekker. En die pistool in je kont. Oprotten. Oh man, het gaat goed. Het gaat beter. Het campen. Oh, die campers worden minder. Dus dat vind ik... Oh, lekker. En we hebben gewonnen. Oh man, eindelijk een keer een goed potje. Na 3 weken niet gespeeld te hebben, heb ik toch een lekker potje gedaan. 21 om 11, joh. Het begin ging zo slecht. Ik werd super salty. Ik werd steeds chagrijnig. Ik was... Oh, wrecked. Oh man, ik was vet noob gewoon. Echt vet noob het begin. Uiteindelijk lekker opgepakt en een score van 21-11 neergezet. Holy fucking shit. Top. Mensen in ieder geval, hopelijk vond je het een leuke video. Laat even weten, want dat is best wel belangrijk. Welke serie je wilt zien van Call of Duty Black Ops 3. Bijvoorbeeld Road to a Golden Shotgun. Road to Prestige. Pick up the Gun. Verzin me wat. Ook al heb je een serie compleet gestolen van bijvoorbeeld een Jaraski of van... Maakt niet uit van wie. Gewoon, als je een vette serie weet, laat hem even weten beneden in de reacties. Dan kan ik, als ik terugkom van vakantie, want ik ben nu op vakantie, kan ik kijken naar die series en dan kan ik daadwerkelijk een serie maken van Call of Duty Black Ops 3. En niet gewoon random zoals nu, gewoon een paar potjes spelen en hopen dat jullie het maar leuk vinden. Want dan, ja, dan is het gewoon een beetje hersenloos knallen en dat kan iedereen op zijn kanaal doen. Dus dat wil ik niet. In ieder geval mensen, vond je het een leuke video, doe zeker even een blauw duimpje omhoog achter. Als je het awesome vond, laat inderdaad even weten wat voor serie jij graag wil zien op mijn kanaal van Call of Duty Black Ops 3. Waar ik naartoe moet werken. Dan ga ik het zeker doen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Laat het maar eens zien. En natuurlijk. Heus.